We zijn nu op VPD, dat is Vessel Protection Detachment. Dat is eigenlijk een beschermingseenheid voor een koopvaardijschip, een Nederlands gevlagd koopvaardijschip. En die zorgen ervoor dat de lading, het personeel en het schip een veilige doortocht krijgen door de high risk area. We zijn nu met een VPD team wat bestaat uit leden van het Fleet Marine Squadron, het FMS. Dat is een gecombineerde eenheid van vloot en mariniers. En die werken samen bij bijvoorbeeld dit soort taken als het uitvoeren van een Vessel Protection Detachment. Dit is dus de 300ste VPD. Het VPD gaat wel al een hele tijd terug. Maar het blijkt maar weer dat het wel nog steeds relevant is. En dat er nog steeds gebruik wordt gemaakt van de marine om VPD-teams te leveren.